Dit is my baie baie voorreg, groot voorreg om hier te wees. Ek wil nou een story spesifiek van jou met destijds in Spies en Plezier nog. Nou praat ek al van een goeie 25 tot 28 jaar terug. En dit was een story met die naam van Plompie. Onthou jy nog van Plompie? Ek onthou van Plompie. Maar weer eens wil ek net vir die mense die luisteraars sê, of vir julle wat die kyk vanaand, dat onthou, grammaticaal is, ek gaan nou Nederlands praat, maar dit is nie heeltemal korrek nie. Maar ek moet so praat, dat ons allemaal kan verstaan. Ja, ek praat over een storytje in Nederland, die gaat over een zondagochtend, een heerlijke zomerochtend, in Eindhoven, zijde van Holland, het is in Eindhoven, een Sertovenbos, stap een paard, die van jullie hebben het niet weten, is een paard, hè? Zo stap een paard, even heel rustig laatst de spreidje af, hè? Ben zondag, hè? De paard ben af, hè? De zondag, hè? De boer naar de kerk, de paard in de veld. Zo stapt de paard. Even heel rustig laatst de spreidje af. En die kijkt tegenaan de spreidje in. En die ziet zo'n snaaks diertje op die lip zitten. En die kijkt tegen al dat diertje en die zegt, nou ja, mooie jongen. Hij zegt, jij bent zo'n klein snaaks diertje, wat doe jij? Diertje zegt, ik ben een padda. Een kikker. Voor die van jullie wat niet weten, een kikker, padda, hè? Padda, padda. Ik ben een padda, jongen. Oh ja, padda. Hij zegt, wat doe jij dan? Hij zegt, ik zit gewoon op de clip. Ik ga een beetje plompje in, plompje uit. Dan zit hij heerlijk in de zon te bakken. Hij doet een beetje nageltjes en zo. Hij zegt, jij is zo'n groot dier. Wat doe jij? Ja, ik ben de paard, hè? Ik trek een karretje naar de markt iedere dag. Voor de boer. Iedere dag. Soms twee keer, hè? Naar de markt terug. Iedere dag. Ik ben gewoon hard. Jij zit er gewoon plompie in, plompie uit. Om te bakken. Hij zegt, dan gaat het maar aan, jongen. Zo stapt de paard even aan, laag tegen de spreid af. En die kijkt weer en die krijgt weer zo'n groot, dik, vet padda. Jij bent de padda, hè? Hij zegt, ja. Hij zegt, wat doe jij? Hij zegt, ik zit op de klip in de zon te bakken. Hij zegt, wat doe jij? Oh, ik ga een plopje in, plopje uit, jongen. Ik zit heerlijk in de zon te bakken. En jij? Hij zegt, ja, ik heb de story al verteld. Ik trek de karretje naar de markt iedere dag. Ik werk gewoon hard voor de boer. Iedere dag naar de markt de karretje op en af drukken. Dan ben ik zondag, ik ben af. Jij zit de hele dag op een clip en ga plompje in en plompje uit. En je doet niks. Zo ga ik maar aan, jongen. Ze stapt een paard even verder aan en die kijkt in de spreidje af, nee. Die kijkt in de spreidje in. En die zit klein zo, een klein maarbiestig, klein paddetje. Een heel ongezellig paddetje. Die lijkt zo wisselig, hè. En die kijkt tegenaan het paddetje en die zegt, dus ik heb net twee van je grootmaters gekregen. Die zit zo heel dik op de klippen en de zon te bakken. Dan lijkt jij zo miserig, zo maar fijn.
Wat doe jij dan? Zij, wat ben jij? En dat paddetje kijkt heel vererg, hè? En die zegt, moet jouw groot lijf, moet je even een klein breintje hebben. Ik ben Ploppie, man!